Achter mij worden smartphones geassembleerd en getest. Maar ja, waar zijn we eigenlijk? We zijn namelijk niet in China, maar in Duitsland. En we gaan een kijkje nemen bij fabrikant Gigaset. Niet alleen ik ga mee naar binnen, maar ook onze camera. Ga je mee? Gigaset is van verschillende markten thuis. Zo maken ze de bekende dektelefoons voor thuis of op kantoor. Ook richt het bedrijf zich op smartphone-apparatuur. Zo kun je er inmiddels terecht voor slimme rookmelders, beveiligingscamera's, deursensoren en meer. Ook smartphones zijn een groot focuspunt van het merk, waarbij men trots is op de Duitse roots. De toestellen zijn veelal te kopen in een lager prijssegment, maar bieden vaak wel interessante functies van duurdere modellen. Zo kun je denken aan verwijderbare accu's, verwisselbare achterkantjes of toestellen die draadloos op te laden zijn. Het bedrijf is al sinds 1941 actief en inmiddels te vinden in verschillende wereldsteden. Het merk is trots op de Made in Germany stempel, wat staat voor pure kwaliteit en ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Denk daarbij onder andere aan het hergebruik van materialen of zoveel mogelijk kunststof proberen te vermijden in verpakkingen. Het bedrijf is momenteel actief in 56 landen en heeft 900 medewerkers in dienst. Sinds 2016 is het bedrijf ook in de smartphone-markt gestapt. Tijd om dat verder te ontdekken. We zijn nu in de productie al, waar de toestellen volledig worden geassembleerd. En tijdens dit productieproces worden alle onderdelen dus netjes bij elkaar gebracht. Wat gebeurt door een combinatie van menselijk handelen en robots? Ongeveer 70% van het proces is inmiddels geautomatiseerd. En door geautomatiseerde kwaliteitscontrole tussen elke productiestap wordt er daarbij gezorgd voor een laag uitvalpercentage. Er zijn daarbij ook allerlei personalisatiemogelijkheden mogelijk. Bijvoorbeeld door een logo van een bedrijf te graveren of een naam. Verpakkingen kunnen ook naar eigen wens ontwikkeld worden. Maar je kunt als bedrijf ook apps of bijvoorbeeld ringtones voor laten installeren. Smartphones worden in elkaar geschroefd met maar één type schroef. En dat is fijn voor de assemblage, maar ook eventuele reparaties. Een fijne bijkomstigheid is dat dat ook zorgt voor een fijne inkoopprijs en geen gedoe met opslag van verschillende types. In de fabriek wordt niet alleen alles geassembleerd, maar vinden er ook uitvoerige testen plaats. Zo moeten producten jarenlang meegaan en in sommige situaties ook tegen een stootje of bijvoorbeeld wat water kunnen. In het testcenter wordt alles uitvoerig getest. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een smartphone als die duizenden keren uit een broekzak wordt gehaald of als het toestel valt op een harde ondergrond? Wat vond jij van het inkijkje bij Gigaset en heb je nog vragen of opmerkingen? Drop ze dan even in de reacties. Abonneer je natuurlijk op ons YouTube-kanaal, want daar verschijnen vaker van deze toffe video's. En voor nu, auf Wiedersehen!